We zien elkaar weer vaak. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor, aldus André Hazes, die aangeeft dat humor zorgt voor meer verbinding. Mijn zus en ik hebben echt dezelfde humor. En ik mis het als ik haar een week niet spreek. Dan betrap ik mezelf erop dat ik dat niet leuk vind. Gisteren stuurde ik haar nog, ik besef nu pas hoe leuk ik het heb als ik je weer zie. Verder geeft André Hazes aan dat hij nog nooit zo hard heeft gelachen met Rookse Anne Hazes. We deden samen boodschappen, dus we komen bij de kassa. Ik zeg mijn boodschappen op de band, en zij de haren. En ik trek haar boodschappen bij die van mij en ik sta klaar om met mijn pas te betalen. Toen rook ze Anne tegenstribbelde reageerde ik, ach waar maak je je druk om? Het is dezelfde erfenis. Ondertussen maakt André Hazes graag grappen over zijn moeder Reesje Hazes. Eerder deze maand zette hij de vrouw goed voor schut met een brutale grap bij op. Hij deed een opmerkelijke uitspraak over zijn moedertje, vertelde een bron, die in het publiek zat. Aan Jarso Chanel. Hij had zo'n rookmachine onder het podium. Toen zei hij: Ja, jullie zien rook, hè? Geen paniek. Dat is mijn moeder, maar die wordt gecremeerd. Het zangertje kende daadwerkelijk geen schaamte, ondanks zijn gedurfde grap was hij niet helemaal zeker over de reactie van het publiek. Nee, jongens, zonder dollen. Is niet grappig, zei hij vervolgens. Of toch wel, dat ze hier onder de grond ligt.